Als je kijkt naar Kenzo, dat zie je nu al meteen op de training. Komt natuurlijk uit de AZ-opleiding. En dan merk je dat zo'n speler die is heel graag aan de bal. Denkt vooruit, zowel in balbezit als bij balbezit tegenstander. En dat is eigenlijk de volgende stap die we zouden willen gaan maken. Althans, wat mij betreft, wat meer dwingender aan de bal. Henk Vreese, een primeur. Jullie beginnen als eerste betaald voetbalclub aan het nieuwe seizoen. Waarom zo vroeg? Ik wilde niet dat zij langer dan 4 weken vakantie hadden. Want dan is het altijd nog harder werken om weer fitter te raken eigenlijk. En zelf, toch even ontspanning gehad. Was je er toch aan toe, na een zwaar jaar, zwaar coronajaar? Ja, absoluut. Aan de andere kant, eigenlijk de tweede week, dan heb je al zoiets van, wat mij betreft kunnen we weer beginnen. Ik ben ook niet naar het buitenland geweest, dus dat is misschien ook waardoor je dat eerder hebt. Maar ik ben altijd wel iemand die, ik werk liever als dat ik te lang vakantie, dat werkt bij mij ook niet. Heb je wel nog ook kunnen nagenieten van toch een geweldig jaar? Dat besef je soms pas als iets ten einde is. Heb je wel kunnen nagenieten? Eigenlijk moet ik dat nog gaan doen, want eerlijk gezegd heb ik vooral genoten van mijn kleinkinderen. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus dadelijk komt er wel een moment dat je even wat meer tijd hebt en dan even wat beelden terug gaat kijken. Maar dan begint het al bij de graafschap uit. Ja, jullie hebben een geweldig jaar gehad. Plek 8, meedoen om een Europees ticket. Hoe reëel is te denken dat Sparta dat dit jaar weer gaat doen? Ik heb een aantal malen uitgesproken dat als we de volgende stap willen maken, dat het budget omhoog moet. Aan de andere kant, we beseffen ook dat we bij Sparta ook budgetoverschrijdend moeten denken en ook moeten handelen. En ja, vorig jaar hebben we dat uitstekend gedaan. Dus dat is eigenlijk hetzelfde wat we dit jaar ook weer willen en zullen moeten doen. Dus we hebben het al vaak genoeg gehad over dat andere, hè, dat budget. Feit is dat we weer een redelijk tot goede groep bij elkaar kunnen krijgen. Maar dat we weer max zullen moeten trainen en ook max zullen moeten geven bij wedstrijden. Ja, er zijn al 2 nieuwe aanwinsten binnen. Ongetwijfeld heb jij daar ook je stemming. Kenzo Goudmijn en Laurent Jans. Waarom die 2 spelers? Nou, het is duidelijk dat Henk en ik zo samenwerken dat we beide het eens moeten zijn over de spelers. Want ik kan het wel wat vinden, maar als hij het niks vindt, gaat het niet gebeuren. En andersom, ja, dan kan ik ook niet met zo'n speler werken als dat niet mijn naar mijn idee voldoende is. Dus we werken heel nauw samen. En beide spelers hebben het gevoel dat ze iets kunnen toevoegen aan Sparta. Als je kijkt naar Kenzo, dat zie je nu al meteen op de training. Komt natuurlijk uit de AZ-opleiding. En dan merk je dat zo'n speler die is heel graag aan de bal. Denkt vooruit, zowel in balbezit als bij balbezit tegenstander. En dat is eigenlijk de volgende stap die we zouden willen gaan maken. Althans, wat mij betreft, wat meer dwingender aan de bal. Ja, Haroui is er nog niet bij, Aucoye is er nog niet bij. Ze krijgen wat langer vakantie, overigens ook Pinto en dus die nieuweling Jans. Maar wat verwacht jij een beetje met Aucoye en Haroui? Want ik kan me wel voorstellen dat je nog niet definitief zeker weet of zij wel deel uit gaan maken van jouw plan. Nee, dat klopt. En ook dat weet je, we zijn een opleidingsclub in een opleidingsland. Dus dat betekent dat je dat kaliber spelers kwijt zou kunnen raken op een vervelend moment. Daar doen we ons op voorbereiden. Hè. We zitten wel degelijk te kijken naar, als dat het geval is, hè, wat kunnen we dan? Of wat moeten we dan? Maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon bij ons blijven. Want volgens mij hebben beide heren het goed naar hun zin. Met name Okoye, want die zit er maar net. Misschien dat Appie alweer aan de volgende stap denkt. Beide kan ik het in geen geval kwalijk nemen als dat zo zou zijn. Feit is dat ik ze er graag bij zou houden. Daar ga ik vooralsnog van uit. Maar ergens in het achterhoofd hou je er wel rekening mee. Hè? Dat wat ik al zei, dit kaliber spelers, dat het alsnog weggehaald wordt. Altijd breken er talenten door bij Sparta. Nou, Mijnans was dit jaar een goed voorbeeld. Heb je het idee? Want zeker in de voorbereiding laat je ook jongens meetrainen. Dat er ook alweer verrassingen aan zitten te komen? Kijk, Mijnans die heeft laten zien dat hij talentvol is. Hij heeft een aantal hele aardige wedstrijden gespeeld. Heeft ook hier en daar wat terugval gehad. Maar ik denk dat dat logisch is. Ik hoop dat andere jonge jongens dat gaan oppakken. En dat ook zullen doen. En ook misschien wel jongens van buitenaf die jong zijn. Die steeds meer interesse krijgen voor Sparta. Want ik denk dat Sparta een goed platform is om je verder te ontwikkelen. Hoe gaat jouw opbouw eruit zien richting de eerste competitiewedstrijd? Volgende week naar Delden, hè? Ja, we hebben een trainingskamp in Delden. Daarna hebben we een aantal weken weer hier. En ik hoop ergens over een week of 4
dat we ook weer ergens naartoe kunnen om ons een tweede trainingskamp. Ergens tussendoor wil ik ze ook wel een paar dagen weer vrijgeven, want het is wel een lange voorbereiding. Dus daar, dat schema hebben we wel nauwkeurig in elkaar gezet, zodat ze dadelijk fit zijn, maar ook gewoon fris blijven. Nu zijn jullie kunstgrasclub, nu trainen jullie hier op gras, jullie gaan in Delden op gras trainen. Heeft dat nog iets toch invloed op spelers, wat betreft toch het inslijpen van bepaalde systemen? Nou ja, het is duidelijk dat we beginnen heel vroeg en ik wilde dus ook op gras beginnen. En wanneer ze wat meer belastbaar zijn, gaan we ongetwijfeld weer terug naar het stadion. Hoewel, als het hier bevalt, kan het ook zo zijn dat ik gewoon hier zou willen blijven. Feit is dat we ook bezig zijn met het kunstgras. En dat wordt ook weer gewoon goed geprepareerd. Dus de keuze kunnen we daar nog in maken. Maar ik wilde wel gewoon hier zorgvuldig beginnen en de belasting steeds meer op gaan bouwen. Op een zorgvuldige manier. Tot slot, het Europees kampioenschap is momenteel bezig. Ongetwijfeld volg je dat ook in de kantlijn. Wat zie je ervan? Eigenlijk het beeld wat ik wel had verwacht en wat je vaak terugziet bij kampioenschappen, EK's of WK's, is dat in de eerste fase zijn de ploegen die de boel op slot gooien, die gokken en loeren, of vanuit een goede organisatie, gokken en loeren op hun mogelijkheden, hun kansen. Maar ik denk vaak rond de kwartfinale dat het pas echt heel leuk wordt, want dan zullen ploegen veel meer moeten. En nu af en toe kunnen ze kijken naar de tweede of misschien wel zelfs de derde wedstrijd. En vandaar dat ik het pas later veel interessanter vind. Maar ik heb wel een aantal hele mooie dingen gezien. Ik kan genieten van hele goed georganiseerde ploegen. Maar ik kan ook heel erg genieten van heel veel mooie individuele kwaliteiten. Of ploegen zoals Duitsland en Frankrijk. Die in zulke kleine ruimtes gewoon niet in paniek raken. Ja, fantastisch om te zien. En leuk om te zien dat op het EK veel mensen met een Sparta-achtergrond. En één van de jongens heb je jongensleden nog onder je gehad. Hè? Met Halil Dervizoglu. Als basisspeler toch al een paar keer in het veld gekomen. Ben je verrast? Ik was in eerste instantie verrast dat hij geselecteerd werd. Aan de ene kant. Maar ik vind het fantastisch om te zien dat dit soort mannen invallen. Hè? En laten we zeggen, ook bij Nederland met al die jongens. Met de uitzondering van Dumfries. Heb je kunnen werken en mogen werken. Op een relatief jonge leeftijd. Ja, het zijn altijd jongens die je in de gaten blijft houden. En zeker nu ik deel mag uitmaken van de Sparta-familie. Vind ik het ook wel mooi. Ben ik ook wel trots op dat die jongens daar meetikken.